Een tijdje geleden maakte ik een video, dat is eigenlijk de eerste in een serie die zou moeten kan komen, tussen ETF's aan de ene kant, een vergelijking met losse aandelen aan de andere kant. Het idee was dan dat ik regelmatig een update zou maken van welke kosten zijn ermee gemoeid, welke tijd ben je ermee bezig en welke rendementen maak je bij ieder van deze twee investeringen? Dat zou dus eigenlijk een maandelijkse update of een bijna maandelijkse update worden. Alleen toen kwam de crisis en is het een beetje anders gelopen. Aan de andere kant biedt dat ook wel wat mogelijkheden juist ook om deze vergelijking zeg maar uit te breiden, dus niet alleen ETF's, indexfondsen en losse aandelen, maar denk ook aan obligaties of misschien goud. En dat is dus ook wat ik in deze video wil gaan doen: dus een vergelijking maken tussen deze verschillende type beleggingen en hoe ze zijn getroffen de afgelopen weken, afgelopen maand tijdens deze crisis. Dat gaan we dus bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een We gaan dus verschillende dingen vergelijken met elkaar. En laten we dan beginnen bij de ETF's en indexfondsen. Dit zijn de mensen die investeren met veel spreiding, die zich richten op de lange termijn en daarbij rekening houden met het gemak. De lage kosten en toch een mooi rendement willen verdienen. De bekendste ETF is denk ik wel Vanguard VWRL, het Vanguard All World Fonds. In ieder geval binnen onze Discord community is dat zeker de bekendste: een fonds, zeg maar met meer dan 3200 aandelen. En dit zijn bedrijven uit alle hoeken en sectoren van de wereld. Bekijken we dan deze ETF. Dit zeg maar year to date. Dus tot dit moment in dit jaar het hoogste punt lag. Op 19 februari met 88 euro en 86 euro cent. Het laagste punt lag begin deze week. Toen was de koers nog maar 58 euro en 40 cent. Oftewel een daling van maar liefst 34%. Procent. Maar laten we ook even een index gaan kijken. En dan onze eigen index eigenlijk. De AEX. De Amsterdamse beurs. Want waar de ETF van net nog wereldwijd was. Over 3200 bedrijven wereldwijd. Bevat de AEX alleen maar Nederlandse bedrijven. En natuurlijk worden ook Nederlandse bedrijven geraakt door deze crisis. Ook bij de AEX was trouwens op 19 februari het hoogste punt. Met 632,12 punten. Het laagste punt lag op 18 maart. Toen waren we gezakt naar 389,6 punten, oftewel een daling van 38%. Dus even snel samengevat kun je zeggen dat we een daling van zeg maar 35% hebben gezien bij deze ETF en bij de AX. En dit is eigenlijk ook een beeld wat we bij andere indexen zien. Kijken we naar de S&P 500, dat is min 34%. En de Eurostock 600, dus Europese aandelen, min 38%. Dus laten we hiervan uitgaan van die 35%, een daling van een derde, en dat vergelijken met de volgende categorie: en dat zijn aandelen. Want waar we bij ETF's of indexfondsen vaak vele bedrijven hebben, hebben we bij aandelen natuurlijk maar één aandeel van één specifiek bedrijf. En de koers van dit aandeel hangt dus heel erg af van hoe reageert het bedrijf op deze crisis: heeft het er heel veel last van? Of kan het er misschien zelfs wel van profiteren. Laten we dan beginnen met Basic Fit. Deze aankoop had ik eerder dit jaar al gedaan. Juist om die vergelijking te maken dus met VWRL. 500 euro aan VWRL gekocht. Tegelijkertijd 500 euro aan Basic Fit gekocht. Om die vergelijking te maken dus op de lange termijn. Kijken we dus naar de grafiek van de Basic Fit. Dan zien we het hoogste punt ook weer rond die 19 februari liggen. Met 35 euro en 15 euro cent. Het laagste punt lag op 23 maart. Dus... Eigenlijk eerder deze week op 11 euro en 8 cent. maar. Gisteren trouwens ook weer. 11% geplust zoals je linksboven kunt zien. En die stijging heeft er misschien ook wel mee te maken dat beleggers inmiddels weten of hebben kunnen lezen dat waarschijnlijk Basic Fit genoeg geld achter de hand heeft om een sluiting van 6 maanden makkelijk te overleven. Eventueel kunnen ze na de hand daarna geld lenen als dat nodig is. Maar ook analisten houden het koersdoel van 30 euro of meer nog steeds vast. Dus dat heeft natuurlijk wel voor een opleving gezorgd voor dit aandeel. Maar al met al hebben we dan nog steeds te maken met een daling van bijna 70%, dus 68%. Om precies te zijn op het moment dat ik deze video dus voorbereid, en dan is de vraag natuurlijk: is dit terecht? Ja, mijn inziens niet. Ik denk dat het aandeel te hard wordt afgestraft. Um, maar ja, dat is dus mijn persoonlijke mening. Ik heb daardoor dus juist ook mijn positie de laatste tijd twee keer verdubbeld. Eigenlijk ik had in het begin 20 aandelen, toen heb ik er 20 bijgekocht om op 40 uit te komen. Dat was geloof ik bij 18 euro ongeveer per aandeel. Gisteren of eergisteren heb ik er nog eens een keer 40 bijgekocht tegen een koers van rond de 11 euro. Waardoor ik inmiddels dus 80 aandelen hier in Basic Fit heb. En ik denk en ik hoop natuurlijk ook dat het op de komende termijn in ieder geval weer gaat herstellen. Richting die oude koers van 35 euro. Maar ja, dat is dus afwachten. Een ander aandeel wat erg populair is in onze community is Shell. Dat heeft eigenlijk op twee manieren flinke klappen gekregen de laatste tijd. Aan de ene kant natuurlijk vanwege de crisis dat er minder productie is, minder vraag naar olie. Aan de andere kant had je juist die prijzenoorlog nog tussen saoedi arabië en Rusland. Die misschien de komende tijd ook nog wel doorgaat. Dus ja, eigenlijk vanuit twee kanten hebben dat grote effecten eigenlijk op de koers en op het hele bedrijf, natuurlijk Shell op zich. Kijken ook weer hier naar de grafiek, dan zien we het hoogste punt eigenlijk al begin van het jaar liggen. Net geen 61 euro op 6 januari. En ze hebben dus eigenlijk waarschijnlijk dus al eerder te maken gehad met die crisis. Of tenminste met die mindere vraag vanuit Azië, waarschijnlijk. Omdat toen daar al het coronavirus bezig was. Dus je zult zien dat zij waarschijnlijk al eerder die negativiteit in de aandelenkoers verwerkt hebben dan bij andere aandelen, waar we het pas echt eind februari zagen. Even terug naar de grafiek. Dan zien we het laagste punt liggen op 18 maart, dus vorige week dus. Toen was het nog 21 euro en 26 euro cent waard. En dat komt dan weer neer op een daling van maar liefst 65%. Dat is dus best wel een flinke daling voor zo'n groot bedrijf. En dat maakt het waarschijnlijk ook heel erg interessant om. De laatste tijd dus in te stappen, heb ik ook heel veel mensen binnen onze community gedaan. En zeker aangezien Shell het dividend lijkt vast te houden. Zeker met die koers van begin eerder deze week, zeg maar, kwam dat neer op een dividenduitkering van 14% tegen die koers. Nou, dat maakt het heel erg interessant en heeft waarschijnlijk ook mee te maken dat het aandeel Shell gisteren dus met meer dan 20% steeg. En dan heb ik dus twee aandelen iets uitgebreider bekeken. Laten we ook even snel een paar andere... Ik wou niet zeggen willekeurige aandelen, want ik heb ze natuurlijk al uitgekozen, maar interessante aandelen even snel bekijken. Beginnen we dan met Air France KLM, de Nederlandse Franse vliegtuigmaatschappij, min 58%. Kijken we dan bijvoorbeeld naar Delta Airlines, de Amerikaanse, dat is min 66%. En hier is trouwens Warren Buffett eerder deze maand ook nog een miljoen aandelen van gekocht, tegen toen een koers van 46 dollar. Als je kijkt hoe de koers zich nu dus heeft ontwikkeld. Ja, ergens in de 20 dollar. Dan kun je ook zeggen dat Warren Buffett, ook al is hij miljardair. En de bekendste belegger ter wereld. Ook hij ziet niet alles aankomen, want zelfs hij heeft al. Op zijn nieuwe positie een verlies van meer dan 50%, dus binnen deze maand. Maar de dalingen kunnen nog gekker worden. Als we gaan kijken naar Norwegian Cruise Lines, dan zien we een daling van 88% dit jaar al. Want cruises worden natuurlijk heel erg hard getroffen. Zeker met, omdat heel veel negatief in het nieuws kwam natuurlijk, omdat heel veel mensen vast zaten op die cruiseschepen. Gisteren was er dan waarschijnlijk weer wat goed nieuws, een opleving, en ging het aandeel zomaar even 40% in de plus. Uiteindelijk sloot het de dag af met een plus van 32%. Maar dat wil nog wel steeds zeggen dat het aandeel nu nog bijna 5 keer moet verdubbelen, zeg maar, wil je weer bij de oude koers uitkomen. Kijken we naar een aandeel als Amazon, dan zien we een, een verlies van maar, maar van eigenlijk 11% op de laatste korte termijn. Terwijl ze zelfs dit jaar met vergelijking dus met 1 januari nog steeds in de plus staan. Natuurlijk steeds meer mensen. We gaan aankopen doen vanuit huis, ook in Amerika. Dus ja, heel veel omzet zal automatisch al richting Amazon gaan, die daarvan kan profiteren. Maar denk ook aan flow traders, plus 39% in de laatste tijd. Het is eigenlijk een omgekeerd beeld met de rest. Hoe komt dit nou? Nou, dat komt omdat zij vooral geld verdienen wanneer er veel volatiliteit is. Zij leven juist van deze handel van vraag en aanbod. En in zo'n tijd, zoals nu. Is er veel verschil tussen de bied en laadprijs? En daar kunnen zij optimaal van profiteren. We zagen dan hier, zoals gezegd, het omgekeerde beeld. Op 12 februari hadden zij het laagste punt, terwijl juist afgelopen week het hoogste punt was. Terwijl bij al die andere aandelen die we hebben gezien het eigenlijk juist om was gedraaid. Afgelopen weekend was trouwens flow traders ook nog bij zondag met Lubach werd het behandeld. Wel in een negatieve zin, want dit waren de mensen, de. Heel de rekenwonders van Nederland die nu dus in een tentje gaan zitten in kantoor om volop geld te verdienen. Ja, dat wordt natuurlijk een beetje anders gebracht. Het is ook een bedrijf wat heel veel jaren niks heeft verdiend, of in ieder geval heel weinig. En juist van dit soort momenten moeten zij het hebben. Dus ja, logisch dat ze nu zoveel mogelijk tijd op het werk doorbrengen. Het is natuurlijk wel inderdaad zo, kunnen zij hun kennis niet beter voor andere dingen gebruiken dan geld te verdienen. Maar ja, ook wij zitten op dit kanaal om geld te verdienen, dus uh, Float Traders is wel een interessant aandeel daarvoor. En Voordat we verder gaan met deze video, wil ik je vragen: vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Daarmee help je mij zodat ik weet welke video's jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken over die onderwerpen? Maar je helpt ook het YouTube-kanaal daarmee, want meer mensen krijgen deze video te zien. En wil je zelf nou nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik hieronder dus op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen dat je nooit meer een video mist. Dan gaan we nu dus naar het Volgende onderdeel van deze video en dat zijn obligaties. En obligaties is dan zo'n vorm van beleggen die je vaak wilt toepassen als je vermogen wilt behouden. Je zult daar zien dat je veel minder volatiliteit hebt. En zeker als je richting het einde van je beleggersperiode gaat, dan heb je eigenlijk meer zekerheid, wil je dan hebben minder schommelingen en daar zijn obligaties natuurlijk ideaal voor. Kijken bijvoorbeeld naar de 10-jaars van Duitsland, van de Duitse overheid, dan zien we eigenlijk een grafiek die um, ja, gaat dalen. Dat is eigenlijk positief, want bij obligaties moeten we het juist andersom zien. Op 9 maart zagen we een dal. Toen was het dus 0,86% bij een 10 jaar obligatie. Na de hand zien we een stijging in de grafiek, dat de rente weer een beetje opkrabbelt. Zeg maar. Dit heeft natuurlijk mee te maken dat de economie wordt gestimuleerd. Er is dus eigenlijk minder onzekerheid binnen de economie. En daardoor worden natuurlijk obligaties ook weer minder aantrekkelijk. Maar als je goed hebt gekeken naar deze grafiek, dan zag je dat het een negatieve rente was. Waarom zou je in hemelsnaam geld wegzetten tegen een negatieve rente? Dat het je eigenlijk dus geld kost om het daarin te stallen. Dat heeft alleen maar mee te maken met zekerheid. Want stel, je bent een groot pensioenfonds wat binnenkort pensioenen uit moet keren. of je bent voor jezelf een beleggen en je wilt de komende tijd op korte termijn stoppen. Dan, heb je, ja, dan wil je gewoon zekerheid. of in ieder geval over een gedeelte van je vermogen wil je zekerheid. dat je daarvan kunt leven. En dan is het natuurlijk wel ideaal, want hierbij weet je gewoon gegarandeerd. Dat je een verlies hebt in dit geval van 0,3%. En zelfs dat klinkt nog niet eens zo positief. Want waarom zou je gegarandeerd een verlies pakken? Nou, dat komt omdat dit verlies maar heel erg klein is. Zoals gezegd, 0,3% in het geval van de Duitse obligatie. Terwijl we eerder in deze video zagen dat bij ETF's of indexfondsen. Juist heel erg brede fondsen van aandelen. Zelfs daar gemiddeld min 35% verlies werd gemaakt. En dat wil je natuurlijk niet hebben als je net op dit moment wilt gaan. Je met pensioen wilt gaan, aandelen moet verkopen. Nou, dan heb je liever het moment dat je een klein verlies neemt in plaats van min 35 procent. En daarom zijn dus juist obligaties zo interessant. Um, het kost je een klein beetje geld, maar je hebt er natuurlijk wel heel erg veel zekerheid voor terug. Laten we ook even gaan kijken naar de 10 jaarsrente rente van de Verenigde Staten. Het eerste wat hierop valt is dat de rente nog positief is: 0,84 procent. Maar kijken we dus naar deze grafiek, dan zien we een daling van de koers, maar nog wel steeds. Je maakt nog wel steeds rendement, je zit nog steeds positief. En dat heeft natuurlijk ook weer mee te maken met die zekerheid. En eigenlijk sinds de laatste tijd ook dat de economie weer wordt gestimuleerd. Dan wordt dit dus minder interessant. Ook juist omdat er meer geld de economie in binnenkomt. En dus op andere plekken zoals in aandelen waarschijnlijk meer te verdienen is. En kijk als laatste dan even nog naar goud. Want goud is vaak een goede hedge ten opzichte van aandelen of de economie. Dat wil zeggen wanneer aandelen en de economie het goed doen. Dan zal goud... Een beetje dalen, geblijkt blijven, gaat het juist slecht met aandelen en de economie. Dan zal juist de koers van goud stijgen. Waarom is dit? Dit heeft natuurlijk mee te maken dat je goud niet zomaar bij kunt maken. Het is een edelmetaal. Het enige wat we we kunnen meer vinden, maar dan moeten we ook meer tijd in stoppen. Kijk dan even naar die koers van goud. Dan zien we halverwege februari een flinke stijging. Halverwege maart zien we dan weer een flinke daling. En juist eind vorige week weer een flinke piek. Ja, dat heeft ermee te maken dat op dat moment banken aankondigden, centrale banken aankondigden, dat ze volop de economie gaan helpen. Niet alleen landen zelf, de Europese Bank, de Federal Reserve in Amerika. Die hebben ooit honderden miljarden tot 2000 miljard geloof ik zelfs in Amerika. Er komt dus heel veel geld de economie in. Er wordt eigenlijk gewoon geld bijgemaakt. En op dat moment is het in één keer zo dat goud in één keer weer interessant wordt. Want op het moment dat centrale banken geld gaan toevoegen aan de economie door middel van deze opkoopprogramma's, wordt eigenlijk het geld dat er dus in de markt zit wordt minder waard. En juist dat is natuurlijk een punt dat goud, eigenlijk houdt het zo'n waarde, maar het wordt juist door die manier. iedereen geïnteresseerd in goud neemt het dus een waarde toe. Maar ook hier zagen we trouwens dat timing best belangrijk is, want rechts bovenin zien we de veranderingen van goud. Nou, we zien de laatste maand. Min 6% staan en toevallig vandaag of gisteren is dat dan in dit geval van de video uitkomt plus 4%. Dus het heeft zeker ook mee te maken op welk moment je goud koopt. Want het wil zeker niet zeggen, de afgelopen maand had je het een maand geleden gekocht, dan sta je nu dus in de min. Dus nog even wachten, natuurlijk. Het zal wel weer gaan stijgen. Maar ook hier is timing dus belangrijk. En dan komen we eigenlijk aan bij een samenvatting van deze video. We hebben nu vier belangrijke type beleggingen behandeld. Als eerste waren dat de ETF's. En indexfondsen waar we een beetje zagen dat min 35% de laatste tijd best normaal is. Kijken we naar aandelen, dan zien we ooit min 88% in het geval van Norwegian Cruise Lines. Dat heeft natuurlijk veel met toerisme te maken. Heel erg negatief uh, in het nieuws. En ja, niemand gaat nu op vakantie of boekt een cruise. Dat heeft natuurlijk grote impact. Er zijn ook bedrijven die het goed doen. We zagen Amazon. Maar we zagen natuurlijk ook flow traders met plus 38, 39% zelfs. We zagen obligaties. Daar zaten op zich al schommelingen in de rente. Maar je kunt nou niet zeggen dat het in één keer 14% is. Want daar moet je het eigenlijk een beetje anders bekijken. Wat we vooral zagen is dat het eigenlijk vooral... In het geval van de Duitse, maar ook de Nederlandse staatsobligaties, zo is dat het een klein beetje geld kost. Maar daarvoor krijg je wel zekerheid terug voor een lange termijn. En bij goud zagen we dus dat het een min had, min 6% de afgelopen maand. Ook hier lijkt dus timing belangrijk. Wanneer er een opkoopprogramma wordt aangekondigd, dan is het in één keer een erg interessant object. Dus, denk niet altijd dat goud de oplossing is ten opzichte van aandelen. Je timing hangt hier wel een beetje vanaf. Al wil je natuurlijk niet altijd alles doen met timing. Dus je kunt het eigenlijk over een lange periode kijken. Dan is goud zeker wel een interessante optie. En ik weet dat dat enkele van jullie zullen denken: wat is dan de beste optie? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, daar zal ik het antwoord op geven. Die heb ik niet. Dat is natuurlijk altijd afhankelijk van je eigen persoonlijke situatie. Hoeveel geld heb je te besteden? Welke risico's wil je nemen? Welke looptijd heb je? Al dat soort dingen zorgt ervoor wat het beste bij jou past. Het blijft natuurlijk wel zo dat voor de meeste mensen, zeker voor jongeren, ETF's vaak heel erg interessant zijn. Waarom? Dit beweegt eigenlijk een beetje mee met de economie. Dus je gaat gemiddeld wat omlaag. Maar aangezien je vaak met een ETF voor de lange termijn zit, komt het allemaal wel weer goed. Je hebt de tijd nog om van te herstellen. Dus dat maakt het gewoon heel erg. Makkelijk, dat is het idee achter een ETF ook natuurlijk. Lage kosten, een redelijk goed rendement, maar vooral weinig tijd ermee kwijt zijn. En natuurlijk zijn losse aandelen interessant, dat zagen we ook. Er zitten zeker plussen bij in deze tijd, maar je moet je wel het juiste aandeel kiezen op het juiste moment. Het kan ook heel erg verkeerd uitpakken. Je kiest net het aandeel Norwegian Cruises begin dit jaar en je hebt nu een verlies van 88%. Tenminste, als je je verlies neemt natuurlijk, wel een groot verschil. Maar ja, het zijn niet echt heel erg fijne tijden voor jou als je in één keer bijna 90% van je vermogen in dat aandeel weg ziet gaan. En ook zagen we bij Warren Buffett met Delta Airlines, dat ook hij weet niet precies wanneer het juiste moment is. Hij zal vast wel aankopen doen voor de lange termijn. Dus nu heeft je een verlies van 50% op die aankoop, maar vast en zeker op de lange termijn maakt je wel winst op. En hij kan het natuurlijk leiden, hij heeft misschien de tijd met zijn fonds, hij heeft de kennis en het geld... Maar dat wil niet zeggen dat dat voor jou ook het geval is. Dus met aandelen is het altijd zo: doe het voor een klein gedeelte van je portfolio. Want het kan zomaar zijn dat je niet het juiste aandeel kiest waar je eventueel veel geld op zou kunnen verdienen. Maar juist het verkeerde aandeel kiest waar je verlies op maakt. Misschien moet je het wel nemen het verlies. En dat is heel erg zuur natuurlijk. Dus aandelen zijn heel interessant. Maar je moet dan wel natuurlijk het juiste kiezen. En daarmee zijn we het einde van deze video. Bedankt weer voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen ik vaker moet behandelen. En je helpt daarmee het YouTube-kanaal dat meer mensen deze video te zien krijgen. Heb je na het kijken van deze video nog opmerkingen of vragen? Laat ze in ieder geval achter in de reacties onder deze video. En als je nog geen lid bent van het kanaal, maar je wil wel meer video's zien, ik maak elke week twee video's. Die gaan over onderwerpen zoals persoonlijke financiën. Investeren, en beleggen of passief inkomen. Wil je dus meer video's zien? Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.